De tafelboormachine. Dit is de tafelboormachine. Een tafelboormachine gebruik je als je nauwkeurig een gat wil boren in hout, metaal of kunststof. Hij bestaat uit een elektromotor, die drijft via de veesnaar en de poelies de boorspil aan. Deze overbrenging zit in een kap, zodat deze veilig opgesloten is. Bij een geopende kap kan de machine niet aangezet worden. Hij bestaat verder uit een boortafel, de kolom, daarom wordt deze machine ook wel kolomboormachine genoemd, en de voet, waarmee die op de tafel is gemonteerd. Door een veermechaniek zal de boorspil automatisch weer naar boven bewegen als je de boorhendel loslaat. Aan de andere kant bevindt zich de aan- en uitschakelaar. Op de machine zit ook een noodstop. En we hebben deze beschermkap. Als de beschermkap niet voor de boorspil staat, dan kan de machine niet ingeschakeld worden.